De dag is aangebroken waarop je naar het ziekenhuis gaat voor een nieuwe nier. Wat neem je mee naar het ziekenhuis? Kleding, een pyjama, toiletspullen, je knuffel en de medicijnen die je thuis gebruikt. Je gaat s morgens naar het ziekenhuis. De eerste dag in het ziekenhuis krijg je een eigen bed alleen op een kamer of met meerdere kinderen op de zaal. Papa of mama mag bij jou op de kamer blijven slapen. Als papa of mama een nier aan jou gaat geven, dan wordt hij of zij vandaag in het volwassen ziekenhuis opgenomen. Je gaat naar het laboratorium om bloed af te nemen uit je vinger. Als je het fijn vindt, kan de medisch-pedagogisch zorgverlener met jou en je ouders een plan maken om de handeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Je leert ook allemaal nieuwe mensen kennen. De verpleegkundige de nefroloog, oftewel de nierdokter, de chirurg, de pedagogisch zorgverlener en de anesthesist. Zij komen allemaal langs om te kijken hoe het met je gaat. De dokter zal ook een paar onderzoeken doen, waaronder het luisteren naar je hart en longen. Er wordt een filmpje van je hart gemaakt. Hiervoor krijg je plakkers op je borst en buik geplakt waar ze draadjes aan vastmaken die worden aangesloten op een schermpje. Er wordt een foto van je longen gemaakt. Je staat dan voor een scherm. Een verpleegkundige maakt dan een röntgenfoto van je longen. De pedagogisch zorgverlener komt vertellen hoe de narcose en de voorbereiding op de operatie zal gaan. Zij kan samen met jou kijken of je ook nog iets wilt om te spelen. Als je wilt, mag je ook nog een kijkje nemen op de intensive care, de afdeling waar je na de operatie een paar dagen zult verblijven. De dag van de opname mag je nog gewoon eten en drinken. Zoals je thuis gewend bent en je gebruikt de medicijnen die je thuis ook neemt. Later op de dag wordt er al een infuus aangelegd in de behandelkamer. Voordat het infuus wordt aangelegd krijg je pleisters met verdovende zalf op je handen en net als bij de bloedafname kan de medisch-pedagogisch zorgverlener samen met jou en je ouders een plan maken om de handeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Terug op je kamer wordt je medicatie aangesloten op je infuus. Daarna slaap je een nachtje in het ziekenhuis. De volgende dag word je geopereerd. Vanaf nu mag je niet meer eten. Je mag nog wel slokjes water, thee, appelsap of limonadesiroop drinken. Een halve beker per uur. Tijdens het wachten op de operatie mag je spelen of als je moe bent even rusten of slapen. Bij je bed hangt een tv. Je mag ook je telefoon of tablet gebruiken. De verpleegkundige zal nog langskomen om je een pyjama van het ziekenhuis te geven. Wanneer het tijd is, brengt de verpleegkundige je in jouw bed naar de operatiekamer. Allebei je ouders mogen mee. Het is een stukje lopen. Je gaat door allerlei lange gangen en met de lift naar de operatiekamer. Op de gangen is het koud, dus lig je lekker onder de dekens. Aangekomen bij de operatiewachtkamer mag een van je ouders mee naar binnen. Hij of zij krijgt mooie slofjes aan en een overal en muts op. De anesthesist komt in de wachtruimte nog wat uitleg geven en gaat dan terug om te overleggen met de mensen die bij de narcose aanwezig zijn. Als ze daarmee klaar zijn, word je naar de operatiekamer gebracht. Er mag één ouder met je mee. Die blijft bij je totdat je onder narcose bent. Je nieuwe nier is op dat moment ook in de operatiekamer. Je krijgt de narcose via een kapje of infuus en dan kan de operatie beginnen. Heel veel succes met jouw nieuwe nier.